Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin, heb alweer hetzelfde shirt aan. Dat heeft maar één reden voor de mensen die reden nog niet weten. En want dat is dat ik op dit moment in Duitsland zit. En omdat ik in Duitsland zit, heb ik een heleboel video's moeten opnemen in 2 dagen. En ik moet dus voor 5 dagen moet ik videomateriaal hebben. En ik moet dus gewoon hele video's tegelijk opnemen. Daar heb ik nu weer hetzelfde shirt aan. En ja, weet je, we gaan gewoon verder. Trouwens, mijn uploadschema probeer ik een beetje bij te houden. Het gaat wel lekker, het gaat soort van goed. Ik moet morgen nog wel een heleboel opnemen. Morgen is trouwens vrijdag, maar deze video komt op maandag online, denk ik. Ik weet niet. Ach ja, dat doet er niet toe. Ik hoop dat het lukt en als het maar lukt, dan plaats ik dat uploadschema op Twitter. Dan weet je precies wanneer ik wat upload en hoe en allemaal dit, we gaan nu met ons wel 3.0. Weet je, ik ga dus nu met ons wel 3.0 plaatsen. Ik hoop dat jij dat bent. Misschien ook niet. Weet je wat? Dat was een hele domme opmerking van mij. Nee, het is weer een beetje de loterij van sommige mensen. Want dit is weer het moment wanneer ik iemand op de Wall of Only die de 3.0 ga plaatsen. Ik vind het altijd super leuk om al die reacties te mogen te lezen. En deze keer heb ik uitgekozen Claudia. Claudia, staat het wel of Only die de 3.0? Ik hoop dat jij dat super vet vindt. Je neef, of nee, je broer had het aangevraagd voor je. Wat ik trouwens ook super vet idee vind van sommigen. Want sommige mensen die vragen namelijk van, mag mijn zusje, mag mijn broertje, mag mijn neefje, mag mijn opa, mag mijn oma, mag mijn hond, mag mijn kat, mag mijn cavia, weet ik veel, whatever. Die mogen allemaal op de muur staan, misschien je moeder mag ook op de muur staan. Dus weten jullie dat ook, want dat accepteer ik gewoon. En dan is het misschien wel dat ik die uitkies. En ja, dan hebben we dat ook maar weer gehad. De vorige aflevering en die aflevering daarvoor. Nee, de aflevering daarvoor heb ik deze prachtige glijbaan gemaakt. Dat moet ik even een beetje allemaal in mijn hoofd op volgorde hebben. De aflevering daarvoor. Nee, de aflevering hiervoor. Ja, hiervoor. Een beetje allemaal voor. Nee, hiervoor. Heb ik dit gemaakt. Dit zou ik nog een wat beter maken. Maar dat, of ik weet niet of ik dat tussen de afleveringen door zou doen. Maar dat is helaas niet gebeurd. Maar dat ga ik nu wel gewoon even lekker doen. Ik wou dit namelijk nog even allemaal in dat mooie steen gaan plaatsen. Want dat ziet er toch wel een stuk mooier uit bij lava. Al zeg ik het zelf. Niet dat ik echt een bouwstijl heb of zo. Maar dit ziet er toch wel wat frappanter uit. Al zeg ik het zelf. Frappanter is lekker moeilijk Nederlands. Leuk, hè? Nee, niet leuk. Sorry. Ik zal nooit meer moeilijke woorden gaan gebruiken. Zou ik dat beloven? Ja, beloofd? Oké. Ik zal nooit meer moeilijke woorden gebruiken. Heb ik dat ook nog mee beloofd, hè? Nou, vinden jullie dat vind ik mooi. Dat ik zoiets kan beloven. Ik zal trouwens hier even nog twee... Nou, moet je eens kijken. Dit ziet er toch prachtig uit. Kunnen wij hier alles dumpen wat wij niet nodig gaan hebben. En ik ga hem ook gelijk gebruiken voor 41 zombie brains. Want ik kan mij niet indenken waarvoor ik deze nou ga nodig hebben. Dus burn all die fucking dingen. Zo, ja, ik kan me nog wel iets herinneren dat ik de vorige aflevering zei. Dat is dat ik deze aflevering zelf een onderwerp had verzonnen. En dat was jeugdprogramma's of jeugdtelevisie of programma's op televisie. En laten we eerst maar beginnen met het... voordat ik begin met daarover te praten. Zat ik eraan te denken om deze aflevering proberen... deze aflevering te gaan proberen... een enchantment table te krijgen. Dat was heel vaak een achter elkaar. Maar daarvoor heb ik eerst koeien nodig en koeien moeten eerst neuken, wil ik meer koeien krijgen. Dus we gaan weer de koeien laten neuken. Ik zie dat alle koeitjes en zijn gegroeid. Dus, oh nee, dat is die net kwam. Ik zou dus even zorgen dat deze allemaal weer lekker kunnen gaan neuken. Dat we weer even wat koetjes kunnen krijgen. Ik heb nog 2 wiet. Ik zou de laatste ook maar even opmaken. Alsjeblieft. Zo, hebben wij weer een heel veld vol met koeien. Ik zal even kijken hoeveel van die ledder dingen wij nog nodig hebben. Om een mooie enchantment room te kunnen gaan maken met 15 bookcases. Want dat zijn op dit moment geen 30 meer. Dat was toen een keer gekomen in zo'n update van Minecraft. Dus we hebben nu niet zoveel van die dingen nodig. Van die bookcases in plaats van 30 hebben we er maar 15 nodig. En trouwens, in de nieuwe snapshot was ook een update gekomen over enchanten dat je lapis lazuli gaat nodig hebben. Ik heb geen flauw idee waarom dat is gedaan, maar ik heb ook nog niet naar de snapshot gekeken. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat er straks aan toe gaat. Ik weet ook niet of het een beetje chill is of zo. Nou, maar
Op zich is het ook wel slim, want dan krijgt Lapis Lazuli krijgt dan ook eindelijk een functie. Lapis Lazuli, wat heb je er op dit moment? Je kan er blokken mee maken en het is een die. En that's it. That's it. Wat kan er nog meer mee? Ik weet niet wat je nog meer kan. Dus ik vind het op zich wel een slimme actie van Mojang. Maar aan de andere kant denk van, waarom zou je dat doen? En ik zie dat hier ook alweer water aan het verneuken is. Ik zal even zorgen dat het water goed stroomt. Hupsakee. Kijk eens aan. Vet mooi. Cool kicken. Ja. En dan moet ik hier even zorgen dat dit obsidian wordt. Gaan we dit even ondertussen minen. En ja. Over dat enchanter ga ik niet meer lullen. Want ik zal gaan lullen over. Nou, misschien wel tv-programma's van vroeger. En het eerste tv-programma wat iedereen waarschijnlijk wel kent. Wat ik vroeger ook al het superleuk vond. En stiekem nu ook nog wel een beetje. Is SpongeBob SquarePants. SpongeBob. Nou, moet ik uitleggen wie dat is, mensen? Even serieus. SpongeBob, dat is toch gewoon de serie. Hij is er nu nog steeds voor. En het was gewoon altijd superleuk met Patrick Ster. En met Octo, de Noorse buurman. En met Miss Krokante Krab. En ik weet niet eens meer hoe die heet. Maakt niet uit. En met die grote walvis. En het was gewoon al een superleuk programma. Ik kan nou niet echt iets meer herinneren daarvan. Ja, van die sommige momenten waren gewoon altijd super droog. Trouwens, de SpongeBob the Movie. Ik weet niet of jullie die hebben gezien. Die heb ik namelijk wel gezien. Nog in de bioscoop. Dat was ook, ik vond het echt een superleuke film trouwens. En die eindscène, die vond ik ook super vet eruit. Ik weet niet of jullie die hebben gezien, maar in die eindscène dan gaan al die monsters, die zijn dus of al die monsters, deze monsters ken ik niet, maar al die robotdingen met die buckets van de bucket dingetje iets van Plankton, die zijn allemaal robots en dan gaat hij die allemaal redden met een vet episch muziekje op de achtergrond en dan hangt hij met de gitaar aan het plafond. Heb ik dat maar even gespoord voor jullie? Als je die film misschien ooit nog een keer al ziet, dan weet je nu het soort van het einde. Maar in ieder geval, dat was een superleuke film. Een ander programma wat ik ook echt nou heel veel heb gekeken, dat was Phineas en Ferb. En voor de mensen die niet weten, Phineas en Ferb zijn twee super intelligente jongens. Nou, die zijn hoger dan hoogbegaafd. Die zijn slimmer dan slim. Die zijn gewoon echt dikke super nerds. Maar dat was wel een superleuk programma met Dove Smits, Duistere Planproducties en de Indert. Titelsong, die ken ik serieus nog helemaal uit mijn hoofd. Ik weet niet waarom ik die uit mijn hoofd ken, maar ik ken hem gewoon uit mijn hoofd. En dat kan je leuk vinden of niet, maar ik vind het in ieder geval wel, nou ja, leuk. Niet dat ik er trots op ben of zo. Maar het is toch wel een beetje hoe wil ik dat zeggen? Toch wel een beetje dat je, als je naar The Voice kijkt, dat je denkt van ja, daar kan ik ook staan met deze titelsong. Er zijn 104 dagen zomervakantie voor de school weer gaat beginnen. Maar het grootste probleem waar we nu dus mee zitten is dat we iets moeten verzinnen. Nou, je kent hem wel. Ik ga hem nu niet zingen, want dat is heel erg saai misschien. Of niet, ik kan al. Nee, weet je. Nee, ik weet nog niet of dat ook dat deuntje op de achtergrond copyright free is of zo. Want anders had ik het wel echt wel een keer. Weet je? Laat achter in de reacties of jullie mij willen horen zingen. Vind je dat nog niet een leuk idee? Dat vind ik een leuk initiatief. Ik ben benieuwd of mensen dat leuk gaan vinden. Dat ik misschien een keer gezinnen. Ik heb ooit een keer karaoke party gedaan op een ander kanaal. En misschien mensen die niet weten wat karaoke party is. Karaoke party, dat is een karaoke. Het zegt karaoke, dat zegt er al. Je moet dus zingen met de songtekst erbij. Dan ga je meezingen of je zingt alleen. En dat hebben we ooit een keer als 75 subscribers special gedaan. En dat was echt één grote dikke lol. En ik zit erover na te denken om dat nog een keer te gaan doen. Alleen, het is een beetje twijfelachtig. Omdat een heleboel songs daarvan zijn copyrighted. Maar ik weet nog niet zeker of dat wel ook zo daadwerkelijk is als ik aan het opnemen ben. Ik zou niet te veel koeien doden. Want dan, dit zijn te veel koeien die ik heb gedood. Een beetje jammer. Nou ja, Nee, maar een karaoke party. Ik wil het misschien ooit een keer gaan doen. Dat moet ik nog even zien. Dus dan weet jullie het ook weer van mij. En het wordt alweer ondertussen nacht. Dus ik moet sowieso niet vergeten om de zonsopgang te gaan doen. Ik zal hier trouwens even langslopen om al dat vlees op te pakken van die domme varkens die de hele tijd tegen die cactus aanlopen. Ik snap me niet waarom ze die tegen die cactus aanlopen. Want je weet toch wel een beetje dat het cactus pijn doet. En ja, dat je in Minecraft door een cactus doodgaat. Maar ja, dat is niet mijn probleem. Heb ik alleen maar weer gratis vlees zonder dat ik een zwaard ervoor moet gebruiken. Dus dat is alleen maar in ons voordeel. Maar ik had het over Phineas en Ferb, dat vond ik altijd een van de leukste programma's. En ik kan er vrij weinig over vertellen. Maar het is toch wel dat ik erover kan vertellen. Dus laat werk nergens op wat ik net zei, maar oké, dat doet er van dit niet toe. Phineas en Ferb dus was mijn favoriet. En ik zou een één ander programma wat me nog altijd bijstaat, dat is Chin Chin.
Dat is wel zo'n slecht programma. Dat was van Fox Kids volgens mij. Dat is echt al heel oud. En voor de mensen die dat niet kennen, ik denk dat sommigen van jullie dat niks zegt. Misschien als ik zeg de blote billen boogie, dat je dan weet waar ik het over heb. Dat was zo'n Chinees programma. En het was gewoon zo leuk, maar ook slecht. Ja, ik weet niet. Het was... Het staat me gewoon bij, omdat het alleen maar de blote billen boekie had. En het was gewoon heel erg grof in die tijd. Maar ja, ik denk dat sommigen van jullie ook wel denken van... Melvin, je hebt helemaal geen Pokémon genoemd. Weet je, ik ga eens even de zonsopgang doen en daarna gaan we daar weer verder over lullen. Dan kan ik ondertussen misschien ook wel even kijken naar mijn enchantment room. Dat was weer een hele mooie zonsopgang. Prachtig, super vet, gaal. Oh ja, wat mooi, oké. Okay. Nee, maar ik zei net dus Pokémon. En Pokémon is een programma... Ik heb wel eens gekeken, dat wel, maar... Het is niet dat ik dat ooit heb gevolgd of iets. Nee, ik weet niet. Het sprak me niet aan. Ik vond het wel eens leuk om naar te kijken, maar ik heb het nooit echt gevolgd. En een ander programma wat ook een heleboel werd gekeken, dat was Avatar met Aang die de wereld zal redden of zoiets. Weet ik veel, die titels met ding met Sokka of Sukker of zoiets. En met die andere grote... En met dat aapje. Ik weet ongeveer hoe dat allemaal zit, maar het was ook niet mijn favoriete programma. Ik denk toch wel dat SpongeBob mijn favoriete programma was toen de tijd. Dat was gewoon het programma. En ik denk dat een heleboel het met mij eens zijn dat SpongeBob gewoon serieus het beste is dat je op tv kan zien. En trouwens, misschien nog wel een ander leuk feit. Nou ja, feitje. Je kan niet echt feitje noemen. Maar voor mij heb ik dan eerder gemeld. Maar op dit moment kijk ik echt bar weinig tv. Ik ben heel vaak boven te vinden op mijn kamer. Dat ik gewoon even op Skype zit of dat ik bezig ben met video's. En dat er gewoon de tv een beetje bij blijft. En dat ik gewoon nou, niet tv kijk. Ik vind tv ook gewoon niet meer super leuk en zo. En ja, er zijn bepaalde programma's die wel mijn aandacht trekken. Zoals de Wie is de Mol en Proefkonijnen. Dat vind ik gewoon ja, leuke programma's. Zitten leuk in elkaar zoals Proefkonijnen. En Wie is de Mol, dat is gewoon één groot episch spel. Wat ik gewoon... super episch vind bedacht. Dat is echt het beste tv-programma op het beste tv-programma na mijn, of ja, dat is dan mijn mening. Je kan het mee eens zijn of je kan het er niet mee eens zijn, maar dat is dus mijn mening. En ik zou nu nog wat zeggen. Ik weet niet wat ik zou zeggen. Ik ben het alweer vergeten. Lekker Melvin, dan zit je dan weer zonder het enige idee wat je wou zeggen. En ik weet gewoon niet meer wat ik wou zeggen, nee. Nou ja, dat maakt dan niks uit. Ja, er waren nog wel wat onderwerpen achtergelaten in de video. Niet hiervoor, maar de video niet daarvoor, maar de video daarvoor. Dat zijn een heleboel video's terug. En een van die reacties was van... Melvin, wat? Ik heb een leuk onderwerp voor je. En dat is gewoon een heel simpel onderwerp. Dat is gewoon Minecraft als onderwerp. En ja, het is nog niet dat ik een hele video over Minecraft kan gaan lullen, denk ik. Maar ik kan mij... Soms, nee, Minecraft, dat is ja, een leuk spel. Ik speel het nu ook, ik speel het nog steeds wel af en toe. En mijn allereerste keer Minecraft, ik weet het nogal de dag van gisteren. Ik had voor mijn stone tools, of dat nog niet eens, ik had wooden tools. Ik ging toen naar beneden mijnen, echt helemaal naar bedrock niveau. Ik wist nog niet meer waar het bedrock was. Ik kwam een gele spikkelstegel op een blokje. Ik ging naar mijnen, ik deed er vet lang over. En ik kreeg het niet en toen had ik rage quit. Dat was mijn allereerste keer Minecraft. Zo, weten jullie dat ook weer? Het sloeg echt helemaal nergens op. Ik heb voor mij niet langer dan 5 minuten gespeeld toen. Of misschien toch 10 minuten op zijn max. En dat was trouwens ook nog de hacked client. Ik had het toen nog niet gekocht, maar ik denk dat een heleboel van jullie het nog niet eerder hadden gekocht. En ja, dat was mijn allereerste keer Minecraft. Ik kan me ook licht herinneren dat ik daar ooit een keer wat over heb verteld. Ik kan me soms echt licht herinneren dat ik over bepaalde dingen heb verteld. Ik lul soms zoveel in een video dat ik denk van... Heb ik dit wel een keer verteld? Ja, natuurlijk. Nee. Oké. Nou, ik ben hier trouwens nu bezig met de kamer of de enchantment room die ik hier wil gaan maken. Van mij kan ik hier nog één rij niet verder. Nou ja, dan moeten we dat maar even straks fixen. Dit ziet er nu echt heel lelijk uit. Nou ja, dat zei ik, dit moet ik dus even fixen. Ik zie hier trouwens vlak bij ons fonteinding. Maar verder hoeft gelukkig deze kamer niet. Dus wat is hier? Oh mijn god, nu zit ik hieronder. Oh. Oh, er zit hier een vark onderin. Oh,
waarom zit hij daar onderin? Oh, ik heb een beetje medelijden met het varken dat ik hem daaronder heb gelaten. Oh nee, dat vind ik echt sneu eigenlijk. Klinkt heel overdreven, maar dat vind ik sneu voor het varken. Varken. Oh, zit je er vast, hey. Hey, hier heb je een koekje van mij. Dan misschien dat je daarmee over leven kan. Ha, fuck jou, varken. Ik laat hem daar nog mooi lopen. Dikke vinger. Ik ga hem echt niet rennen, hoor. Daar heb ik geen tijd voor. Denk jij, dan dat ik de varken ga rennen? Nou, echt niet. Laat hem daar mooi zitten, hoor. Kut varken. Nou, nee, geen kut varken, maar geen zin om dat varken te redden. Laat ik het zo zeggen. Dan moet ik weer, seeds. Nee, moet ik weer wortels erbij pakken. Dan moet dat. Veel te veel werk. Ik ben er geen zin in. Een beetje lui. Geen zin. Echt geen zin in. Soms ben ik heel lui en soms ben ik ook helemaal niet lui. En nu ben ik gewoon even lui. Ik heb gewoon helemaal geen zin om dat varken te gaan redden. En als het goed is, moet mijn enchantment table hier komen. Komen de boekcases hier omheen. Cases. Voor mij kan dat gewoon zo hier omheen. God, nee. Plaats ik er even verkeerd. Fuck dit. Nu moet ik weer een nieuw. Als het goed is, krijg ik mijn boeken terug. Ja, gelukkig. Dat wel. Moet ik eerst weer zo'n nieuwe boekcase maken. Godsamme man. Wat een kut leven heb ik toch. Tjonge, jonge. Ik heb echt een zwaar leven. Ik heb serieus een heel zwaar leven op sommige momenten, hoor. Nou, laten we dit nou even. Nou, eerst zomaar plaatsen. Ik weet nog niet op welk level wij kunnen enchanten. Wij kunnen nu tot level 20 enchanten. Want er was toen ook een keer een update dat je tot. Onderste level is altijd het maximale level dat je dan kan behalen. En niet dat je dan 20.000 keer moet proberen om level 30 te krijgen. Nee, gelukkig is dat niet meer zo. Maar het is al een hele tijd niet meer zo. Maar dat is gewoon niet meer zo. Nee, oké. Okay, dat was heel duidelijk van mij. Oké, okay, ja, toppie. We gaan naar. Wat gaan we nu doen? Ik weet niet. Ik heb de zonsopgang gedaan. Ik schrok even. Misschien dat ik de zonsopgang niet had gedaan. Maar gelukkig wel. Weet je? Ik ga gewoon even kijken wat we hier nog op hebben staan. Ik moet gewoon naar een keer ook varkens gaan houden. Nee, ik heb varkens al. Nee, ik moet even. Ik moet trouwens ook de varkens laten neuken. Nu ik er opeens over nadenk. De varkens moeten ook motherfucking neuken. Want we moeten fucking veel woel gaan hebben met verschillende kleuren. Wat van die block challenges daar verderop is. Daar bij die challenge dingetje muurgeval ding. En dat heb ik nu nog steeds niet gedaan, dus een beetje dom van mij, maar dat gaat hopelijk wel goed komen. Ik zat trouwens hier even, nee, die buckets hoort in, deze hoort hierin. Ja, dit met gewoon met water. Deze buckets die gaan. Waar hier? Nee, die. Wat? Ik weet gewoon niet meer. Hier zaten ze in, ja. Hupsakee, daar staan de buckets in. Mooi zo. Wat hebben we hier nog meer? Ik moet trouwens overal een stack van hebben. Als ik nou even zorg dat we overal een stack van hebben. Heb ik hier een stack van. Dat heb ik voor mij ooit een keer gebruikt. Ik heb daar zeker weten wel een stack van gehad. Heb ik hier een stack van? Nee. Daar heb ik. Hier ben ik een stack van. Oké, daar. Een stack spiderijs moet ik voor mij hebben. Oh mijn god, dat gaat heel lang duren. Voor mensen die niet weten waar ik het nu over heb. Ik heb het over die ene challenge waar ik van alles 64 moet hebben. En van al die mob drops. En dat kan denk ik nog wel lang gaan duren. Hier heb ik trouwens wel een heleboel in wat ik heb gehaald en zo. En ik zit nu weer een beetje alles te herhalen van wat ik nog moet gaan doen en wat ik heb gedaan en wat ik nu wil gaan doen. Ik zal het nu, ik ga opeens naar boven. Ik weet niet waarom. Ik zal even toortjes plaatsen in mijn enchantment room. Dit toortje, dat staat er niet mooi. Ik wil even hier, daar een toortje. Nee, daar een toortje. Zo, dat komt een beetje even. Deze gaat daar weg. Die zit daar niet goed. Deze moet daar. Zo, deze gaat er ook weg. Even de toortjes al een beetje mooi neerzetten. Hier had ik twee van die glowstone blokken. Ik heb hier nog twee glowstone blokken in mijn inventory. Zou ik deze hier ook even... Wacht! Oh mijn fucking god, ik moet de grond dan ook nog een mooi ding kleur geven. Weet je wat? Dat doen we van motherfucking hout. Ja, dat vind ik... Een bibliotheek. Ik vind dat een bibliotheek een houten vloer moet hebben. En omdat het wel een beetje een bibliotheek lijkt, gaan we nu ook een houten vloer geven. En ik zie ook alweer dat ik best lang bezig aan het opnemen ben. Weet je wat? We gaan even een houten vloer geven. En dan hou ik ook wel weer met opnemen. Dat doe ik wel weer in mijn eindpraatje. Dus ja, ik doe gewoon nu gelijk mijn eindpraatje. Voor dit een leuke aflevering, doe dan even een duimpje omhoog voor de support. Ik vind het super leuk om duimpjes omhoog te krijgen. Dat motiveert mij heel erg. Dat is gewoon echt een cadeautje wat je kan krijgen. Dat is echt het cadeautje dat jullie mij kunnen geven. Voor de rest... kan je een leuke reactie achterlaten beneden in de comment section. Misschien met een onderwerp. Misschien met iets wat jij mij vertellen wil. Misschien weet ik veel wat jij wil melden. Het kan allemaal tegenwoordig. En ik heb hier nu een mooie houten vloer. Ik zou hier even vlak voor... Een glowstone in de grond pleuren. En ben je nog niet geabonneerd op mij trouwens? Druk dan gewoon even het knopje abonneren. Dat hier beneden staat in de comment section. Want dan ben jij altijd op de hoogte op al mijn video's. En voor dan heeft deze super lekkere jongen. Ook al ben ik allemaal niet lekker, maar dat maakt niet uit. Nog maar één ding te zeggen. En dat is. Doedelen mensen.